jullie hebben kunnen zien in de handleiding voor beginners van waterpijp roken, is het heel makkelijk om een waterpijp op te zetten. Maar ik ga jullie wat tips geven om je waterpijp experience beter te maken, om het wat meer professioneler aan te pakken. Goed, wat heb je nodig? Je hebt natuurlijk je waterpijp nodig. Dit is een Tri-Metal Running Staff van Clear Moon. Dat is mijn waterpijp. Ik heb hier aan het uiteinde een HEPA diffuser. Het breekt eigenlijk de rookbelletjes in wat kleinere deeltjes op, zodat je dikkere rook krijgt en wat meer smaak. Dat is wat ik eigenlijk alleen op mijn waterpijp heb. Voordat ik begin, maak ik het altijd even goed schoon. Pak je even een borsteltje of wat water er doorheen laten gaan. En wat ik ook meestal doe, is even wat citroensap, wat je bij de supermarkt makkelijk even kan kopen. Even er doorheen gieten, gewoon even beide kanten dicht houden en gewoon even goed schudden. Want het zorgt er namelijk voor dat de smaak die in je waterpijp zit, dat het gewoon echt goed uitgaat. Dus dat je gewoon echt super clean begint. Goed, als je dat eenmaal schoon hebt gemaakt, dan ben je eigenlijk bijna klaar met de staf. Met de waterpijp. Dan zijn er nog dingen die je extra kan doen, zoals ik hier bijvoorbeeld die hebben, de diffuser. Zodra je deze hebt, zet je hem gewoon op je base. Een beetje gevuld met water. Nou, hoe ver je vult, ligt aan jezelf, maar ik heb hem meestal gewoon ongeveer 2 centimeter onder de rand. Stop hem erop. Heel makkelijk. Zo. Zorg dat hij goed in zit. Nou, dan pak je je slang. Ik heb hier een mooie Kalimbo Moon Pro Hose. Stop hem gewoon goed in, zorg dat hij er even goed in zit. Zodat er geen lekken of iets dergelijks in komen. Nou, wat je nu eigenlijk hebt is eigenlijk al genoeg om het is goed te beginnen, zeg maar. Nou, wat je dan natuurlijk nodig hebt is een tabakskop. De standaard tabakskop, de Egyptische claypot, die wordt het meest gebruikt. Maar ik vind zelf dat deze iets minder voordeel heeft. Hier zitten namelijk gaatjes in. Zitten in elke tabakskop trouwens wel. Maar ze zitten hier zodanig dat ze aan de achterkant er weer uitkomen. Dus als jij hier tabak in stopt, dan valt het er hier soms nog wel eens uit. En dan blijven de sappen niet helemaal gespaard. Daarom heb je ook andere soorten bowls, zoals de Vortex Bowl. De Vortex Bowl is heel makkelijk. Je stopt het er gewoon in. Er zit hier een klein spiraaltje in het midden. En er zitten wat gaatjes in aan de zijkant, zodat het tabak er niet doorheen valt. Net zoals de Funnel Bowl. De Funnel Bowl is een iets grotere bowl. Die is ook wel heel mooi. Er zit één groot gat in het midden. Er komt nog een klein moldstukje op. En dan hou je de sap gewoon hier lekker goed in het midden, zodat je dat gewoon goed meekrijgt tijdens het roken. Dat zijn eigenlijk de tabakskoppen die je gebruikt. Oké, wat nog handig is om nog eventjes te doen, is ik heb deze bol, Vortex bol heb ik er nu opgezet, maar ik heb nog geen gaatjes in gemaakt. Nog even een laatste check. Je zet hem er gewoon op en je zuigt er even aan. Dan zou je merken dat het niet kan. Zoals je ook hoort, wordt deze ook aangezogen. Dat betekent dat hij gewoon goed luchtdicht is. Dat is gewoon even een laatste check voordat je de gaatjes hierin gaat prikken. Oké, ik heb de gaatjes erin geprikt en ik heb er 3 natuurkolen op geplaatst. Natuurkolen is ook een hele goede verplaatsing of verandering van Quick Lights. Quick Lights geven echt vieze smaak langs op af. En daarom is natuurkolen gebruiken gewoon echt veel beter. Dit zijn Alfacher kooltjes, die voor 3,50 per 30 geloof ik verkocht worden. Ik heb nu een Kaleo Manoon Pro Hose op zitten. Hij is lekker een groot diameter, dus je kan gewoon makkelijk ademen. Dat is een heel belangrijk iets. Verder met slangen is het, als je een niet wasbare slang hebt, kan je dat beter gebruiken voor 1 smaak bijvoorbeeld. 1 speciaal voor appel of 1 speciaal voor perzik. Als je een slang hebt die wel wasbaar is, dan kan je dat gewoon voor alles gebruiken. Ja, dan was je hem gewoon even en die smaakt er weer uit. Dus dat is eigenlijk de beste keuze die je verder kan doen. Nou, zodra je alles hebt opgezet zoals ik dat heb gedaan, dan is het eigenlijk een kwestie van gewoon van roken. En het belangrijkste proces daarin is eigenlijk de heat management. Heat management is eigenlijk niet anders dan zorgen dat tabak niet verbrandt. Want waterpijptabak moet niet verbranden. Het moet een beetje
beetje smeulen, zodat de smaken gewoon goed vrijkomen. En dat doe je onder andere met de windcover. Als je de windcover hebt, dan kan je hem gewoon makkelijker erop plaatsen. Als je zegt van, nou oké, ik krijg niet genoeg rook, doe je er gewoon even op. Dan wacht je heel even tot hij gewoon wat warmer is geworden. En adem je gewoon nog een keer in. Totdat je denkt dat het wel goed is. En dan haal je hem vervolgens weer af. Hetzelfde geldt voor als je bijvoorbeeld rook krijgt dat gewoon niet lekker is. Dus dat je gewoon echt hoesneigingen krijgt. Gewoon echt van dat harsh smoke. Dat is niet lekker. Nou, wat je dan doet, is je haalt de kooltjes er gewoon even af. Ik zal het nu eventjes niet doen, dat is te veel moeite. Maar je haalt de kooltjes eraf. Je blaast even in het tabakskopje. Zodat het gewoon een beetje afkoelt. Vervolgens zorg je dat de rook eruit gaat. Dus je blaast gewoon even in. Totdat de bees gewoon helemaal leeg is. Als je dat gedaan hebt, nou ja, dan zet je de kooltjes en dergelijke er weer op. En dan kan je gewoon beginnen met roken. Wat je dan het beste gewoon even kan doen, is gewoon even één kooltje minder doen waarschijnlijk. Want dan was het gewoon even net te veel. En dat is eigenlijk het belangrijkste deel van het waterpijproken. Gewoon zorgen dat het gewoon een beetje een goede temperatuur houdt. En gewoon lekker smaakt. Dat je hele sessie gewoon goed is. En dat zijn eigenlijk de tips hoe je goed een waterpijp als een pro kan roken.